Bornenaren. Op 4 mei herdenken we burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn omgekomen. Dat gebeurt dit jaar anders dan in andere jaren, omdat we door de coronacrisis niet schouder aan schouder kunnen staan, maar afstand moeten bewaren. De bloemleggingen vandaag bij de Bornse oorlogsmonumenten doen we daarom zonder publiek. Ook mag dit jaar, vandaag, de hele dag, tot zonsondergang, de Nederlandse vlag half stok hangen. Als teken van onze verbondenheid met elkaar, ondanks de coronamaatregelen en als uiting van onze dankbaarheid voor de vrede die wij in Nederland, in Borne, Hertme en Senderen kennen. Om 9:10 vanavond, bij zonsondergang, vragen we iedereen om thuis een kaars aan te steken, zodat we symbolisch verenigd zijn in licht. We kunnen elkaar nu niet omarmen, maar wel luisteren naar de verhalen. Verhalen van toen en verhalen van nu. Vrede en vrijheid, democratie en mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend. Mensen zijn ervoor gestorven. Leo Frohman verwoordde het treffend. Kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Ook 5 mei vieren we anders dan we gehoopt en gepland hadden. 75 jaar bevrijding zal morgen zichtbaar zijn, onder andere bij dit monument waar ik nu sta. Hier zullen van zonsopkomst tot zonsondergang, naast onze nationale driekleur, ook de Britse en Canadese vlag worden gehesen, ter ere van de bevrijders van Borne. Ik hoop dat heel Borne morgen op 5 mei ook vlagt, zodat we, als we naar buiten kijken of even buiten zijn, de golf van dankbaarheid voelen die mensen 75 jaar geleden gevoeld hebben toen er een einde kwam aan onderdrukking, angst, wanhoop en strijd. Om 8 uur morgenochtend luiden in Borne, Hertme en Senderen een aantal minuten de kerkklokken, zoals dat in 1945 ook gebeurde, als teken dat de vrede aanstaande was. Beste dorpsgenoten uit Senderen, Hertme en Borne, herdenken en vrede vieren, we doen het dit jaar afstandelijk, maar toch ook samen. Door te vlaggen, door een kaars te branden, door verhalen te delen. Want alleen samen kunnen we vrijheid behouden en doorgeven aan volgende generaties. Blijf morgen zoveel mogelijk thuis, maar in gedachten samen.